Hallo kijkers van Buddy Movie en welkom bij deze nieuwe serie van Top 10. In deze serie ga ik jullie mijn top 10 geven. In ieder geval, laten we maar snel beginnen met de eerste top 10. En zoals dat je ook wel in de titel hier beneden kunt zien, is dat mijn top 10 games. Om maar te beginnen met nummer 1, dat is voor mij Minecraft. Dus denk je van, waarom Minecraft? Waarom? Ik vind het een leuke game om te spelen, maar ik vind het ook vooral uitgebreid. Want je kunt van kleine huisjes, van houten huisjes, tot miljarden dingen van redstone. Er zijn honderden custom maps. En je hebt gewoon heel veel dingen die je kunt maken in Minecraft. Er komen ook continu dingen bij. Want Minecraft zal een spel zijn dat nooit afkomt. Er zullen altijd dingen bij komen. Er zullen altijd dingen die afvallen. Maar het blijft wel heel erg leuk. Mijn nummer 2 is Sims 3. Waarom? Omdat ik het gewoon leuk vind om in het spel gewoon te zijn wie dat je wil zijn. Wie dat je kunt zijn. En gewoon levensdoelen opschrijven. Levensdoelen doen. Het is gewoon je tweede leven. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om te zien, te doen. En noem maar op. Ik vind het wel jammer dat het, nou, het is wel EA, dat er altijd DLC's zijn. Er zijn iets van honderden DLC's voor Sims. En dat vind ik wel een beetje overdreven. Maak dan de game in het begin gewoon goed af. En zorg ervoor dat een stuk of 3-4 echt goede DLC's zijn. Of maak ze niet te duur. Op nummer 3 staat een game die je er sowieso niet in mag ontbreken. Dat is natuurlijk FIFA. Ik speel FIFA zelf al sinds FIFA 10. Dus eigenlijk niet zo heel erg lang. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb er voor de 10 al wel gezien en zo. Het ziet er minder uit natuurlijk, maar daar kan ook niet echt veel anders. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk omdat ik zelf van voetbal hou. En ja, ik vind het gewoon leuk om voetbalspelletjes te spelen. En daarom staat FIFA er zeker in. Oh, best trouwens. Op nummer 4 staat bij mij Rollercoaster Tycoon 3. Waarom? Omdat ik het gewoon leuk vind om een pretpark te beheren. Iedereen wil wel een keertje de Efteling nadoen. Of Toverland. Of weet ik veel wat. Elk pretpark dat je maar kunt verzinnen. En dat kun je gewoon doen in Rollercoaster Tycoon 3. Ik vind Rollercoaster Tycoon 3 dan wel weer de beste van 1 en 2 en 3. Ik hoop dat 4 ook weer goed wordt, alleen het mobile gedeelte. Maar ik vind Rollercoaster Tycoon 3 zelf wel heel erg leuk. Degene die sowieso niet mag ontbreken in mijn top 10 is nummer 5. Dat is Need for Speed Underground 2. Die bestaat al sinds 2001 als dat ik het goed heb. Toen was ik 5 jaar oud en ik heb hem helemaal kapot gespeeld. Ik heb nog niet zozeer de story zelf gedaan. Dus de career mode heb ik zelf nog niet goed gedaan. Maar het freerunnen, het freeromen, dat vond ik altijd heel erg vet. Autotunen, gewoon leuk je ding doen. En gewoon rondracen. Toen had ik ook nog een stuurwiel. Ik vind het altijd heel erg leuk geweest. En ik heb hem nou nog steeds. En ik ben er met me. Op nummer 6 staat wel een redelijk speciale game. Dat is namelijk Kuifje en het Geheim van Eenhoorn. Omdat het een strip is geweest. En het is ook een film geweest. En vanuit die film hebben ze eigenlijk de game gemaakt. Ik vind het gewoon een heel erg leuk verhaal vooral. Er zitten gewoon heel veel varianten van games in. Heel veel variatie zit erin. Zo heb je hackerslash, je hebt 3D, 2D, je hebt platform. En ja, eigenlijk zit er heel veel variatie in de game. En ik vind dat de game heel erg onderschat wordt. En het eigenlijk helemaal geen ene nut heeft om er iets slechts op te zeggen. Want het is gewoon een heel erg leuk game. En ik hou trouwens ook heel veel van scripts. De game die natuurlijk niet mag ontbreken is een GTA game. Want ja, ik heb ook GTA gespeeld. Ik ben wel vrij laat pas ingekomen sinds GTA Vice City namelijk. Ik vind daarom GTA Vice City ook in het rijtje moeten kunnen. En dat doet hij ook. Want ik vind het gewoon een leuke game. Het is gewoon GTA. En GTA zegt alles over de game. Nummer 8 staat een beetje raar spel. Ik ken het nog niet eens een jaar. Het is Unreal Tournament 2004. En waarom staat hij erin? Die staat erin omdat ik het zelf gewoon een leuke game vind. Anders zou dit ook niet in staan. Maar het is grafisch niet zo heel erg goed. En dat is voor mij positief. Want ik hoef niet echt per se de beste shooter te hebben. Want het is een shooter. Ik hoef niet per se alle characters op high te kunnen hebben. Maar ik wil gewoon een goede gameplay hebben. En dat heeft dit spel zeker. Het komt ook uit 2004. Dus vandaar ook dat het waarschijnlijk wel slechter zal zijn. Mijn laptop kan het aan. En ik heb niet zo'n goede laptop. En daarom vind ik het ook leuk. Op nummer 9 staat voor mij South Park The Stick of Truth. Waarom? Omdat ik het gewoon een goede verhaal vind. Alles wel minder natuurlijk. Maar ja. De humor is echt geweldig. Ik vind South Park echt een goede humor hebben. Ik hoop echt dat er een deel 2 of een DLC of weet wat uitkomt. Ik hoop dat ze in ieder geval wel mee doorgaan. Want ik vind dit echt geweldig. Waarom? Omdat je ook direct gewoon in het verhaal zit. Je zit gewoon lekker in de South Park aflevering. Film wat je ook hebt. Het is gewoon een goede game. En dan als allerlaatste op nummer 10 staat Portal. Portal is voor mij echt een leuke game geweest. Ik vind het wel heel erg leuk omdat het gewoon een puzzelgame is. Ik hou van puzzelen, zolang dat maar niet te moeilijk wordt, wat bij Portal wel overigens zo is. Maar ik vind het gewoon heel erg tof om te spelen. En ja, dat je gewoon leuke puzzeltjes hebt. En dat je ook co-op mode kunt doen. Ja, met co-op mode moet je echt op elkaar kunnen vertrouwen. En je moet ook gewoon echt samen kunnen werken. Anders lukt het gewoon niet. Dat was mijn top 10 games. Ik hoop dat je het leuk hebt
gevonden. Vond je hem leuk? Doe dan even een groen duimpje. Laat uit je zin een reactie hieronder achter wat het jouw top 10 is. En of dat jouw game er ook tussen stond. Dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe top 10. Dan bedank ik jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. En zeker mee nu. En dat is. Nou. Doei!